hoe meer ze wegen bouwen, hoe minder is dat van de natuur en hoe minder zuurstof we krijgen. Dus de gemeente denkt eigenlijk niet na wat goed is voor ons en wat slecht is voor ons. De gemeente geeft wel uit aan bouwplekken, maar niet aan oude mensen. De gemeente geeft alleen maar geld aan bouwplekken, dus dan slopen ze eigenlijk alleen maar de natuur. Dus dan hakken ze bomen om, maar dan krijgen we juist minder zuurstof. Misschien zijn er wel een paar miljoen bomen, maar dat denkt de gemeente juist. Ja, we kunnen meer gebouwen en bladibla. De gemeente denkt eigenlijk heel dom na. Oh ja, en nog iets. Sommige landen voeren toch oorlog? Nou, als ze dat juist doen, gaan de landen kapot. Dus als ze daar nou gelukkig mee stoppen, dan is er weer vrede op de aarde, zoals het begon. Want als de mensen nou oorlog voeren, ja, dan zijn ze koekoek. Dan spelen ze schietspelletjes en dan willen ze het echt doen. Dan zijn ze echt koekoek. Als ze oorlog voeren, dan kunnen de kinderen niet veilig naar bed. Kunnen wij niet veilig naar bed of zo? Wie vindt dat nou leuk? Wij worden allemaal verwend. We hebben PlayStation 3, we hebben een PlayStation, PlayStation 4. Maar zijn kinderen die nog ineens geen eten krijgen of veilig naar bed kunnen of water kunnen drinken, zij gaan dood. Dat komt door de oorlog. De oorlog zal door blijven gaan, behalve tot ze vrede vieren. Dus als ik president zou worden, dus dan zal ik zeggen stoppen met oorlog maken en zeggen... Het draait om leven, vrienden, natuur en aarde. Dus als we niet goed oppassen, wordt het een hel. Dus we moeten van de wereld een hemel maken.